Stef Doudé, woensdag is de wedstrijd niet van jullie leven. Je hebt al tegen Ajax gespeeld in de beker een keer. Maar tegen Utrecht uit, ja, hoeveel zin hebben jullie erin? Nou, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik kijk wel erg naar uit hoor. Ik heb het nog nooit gespeeld. Ja, het is volgens mij wel een aardig stadion. En ik denk als amateur zijn het een van de weinige momenten dat je in dit soort stadions kan spelen. Ja, wat ik zeg, je hebt al twee keer tegen Ajax in de beker geloot. Eén keer bij Dordrecht kreeg je een enorme mooie vrije trap om je horen in de laatste seconde, heel zuur. En een keer met AZWA. Scoren jullie nog in de arena? Dan heb je toch wel laten zien dat, dat je wel een beetje kan stunten. Een mooie uitslag in ieder geval kan neerzetten. Denk je dat dat mogelijk is tegen Utrecht? Ja, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe Utrecht voor de dag komt. Maar goed, we kunnen alleen naar onszelf kijken natuurlijk. Ja, we zullen een hele goede dag moeten hebben en hun een wat mindere dag. Om een beetje tegenstand te kunnen bieden, denk ik. Ja. En als je terugdenkt aan die momenten, waren dat wel de mooiste momenten tot nu toe in je carrière? Ja, dat zijn wel hele bijzondere momenten. Want ik denk dat een van de weinige keren is geweest dat ik voor zoveel publiek heb mogen spelen. Dus dat is wel heel bijzonder, ja. En waar kijk je dan het meest naar uit? Stadion Galgenwaard natuurlijk. En je eigen supporters, hoeveel gaan er mee, weet je dat? Hoeveel bus? Nou, ik hoorde vanavond van mijn collega keeper dat er voorlopig 9 bussen waren gereserveerd. Dus dat staat gelijk aan bijna 600 personen, denk ik. Ja. Dus dat is wel leuk voor het dorp, stadje Ambacht. Ja. En als je naar Utrecht kijkt, waar liggen de mogelijkheden als die er zijn? Ja, wat ik zeg, we moeten hopen dat hun een mindere dag hebben. En wellicht dat ze met hele goede spelers waarschijnlijk, maar de jongens vanuit de jeugd of vanuit de tweede elftal, die misschien nog niet zoveel ervaring hebben, dat die jongens een kans krijgen. En dat hun misschien ook misschien net wat minder snel oppakken dan de eerste elf van de Utrecht normaal gesproken. En waar ligt jullie kracht als ASWA? Ik denk dat we, als we een hele frisse, fitte groep hebben, dat we dan hopelijk zo lang mogelijk de nul kunnen houden. En we hebben voorin en op het middenveld hebben we wel een paar behoorlijke jongens lopen. Dus ik hoop wel dat hun het verschil kunnen mogen maken. Gaan jullie het helemaal dicht timmeren? Want jullie hebben vandaag een soort handbalspelletje gedaan. Jullie gaan niet uit een handbalverdediging spelen? Nee, dat mag ik hopen van niet. Maar goed, ik heb nog niet naar de trainer geluisterd wat hij van plan is. Dat zullen we woensdag horen. Maar ik hoop dat we wel een beetje vanuit de eigen krachten uitgaan. Maar goed, we moeten natuurlijk ook niet naïef gaan spelen. En het droomscenario, is dat penalties? Ja. Voor jou dan? Ja, voor de keeper zou dat wel leuk zijn, ja. En dan hopelijk dat ik er eentje meer mag keren dan de concurrent of collega-keeper. Ben je daar überhaupt goed in? Is dat een specialiteit van jou? Ja, ik hoor mijn collega spelen, hoor ik al lachen. Nee, ik heb er wel een paar tegengehouden, maar het is niet zo dat ik... Dat ik een hoog percentage heb tegengehouden. Dus dan maar tegen Utrecht uit.